Laten we nou gewoon maar stellen dat vannacht de E3 2022 is begonnen. Een beetje voor onszelf. ja. Dan wordt het afscheid nemen van die E3 wordt ietsje makkelijker. Gaan we niet meteen volkomen cold turkey. Um, we krijgen op 9 juni krijgen we Summer Game Fest. En op 12 juni krijgen we de Xbox en de Testa presentatie. We krijgen PC Gaming. Er zit nog iets met Future bij. De Volver gaat nog iets doen. Er komen nog wat dingen aan. En eigenlijk, eigenlijk hebben we dat een beetje te danken aan één persoon. Een persoon die ik met name nog wel eens uh, op de hak neem, omdat ik zijn naam nooit goed kan uitspreken. Maar ook een persoon die we de afgelopen jaren ook een beetje, een beetje zwart hebben gemaakt. Want hij is een beetje commercieel en misschien is hij ook wel. Machtig, in die zin, dat hij veel naar zich toe trekt. En dan, dan wordt hij zo iemand die het net even te veel ziet. Um, en dan ga je erop afgeven. Hè? Hoge bomen vangen, veel wind. Dan heb ik het natuurlijk over, en daar komt hij in beeld, Jeff Joff Schefke Kili deze man die ik op de E3 meerdere malen heb zien lopen. Ik heb hem nooit met hem gesproken, want uh, ja, goed, ten eerste uh, ben ik niet iemand die vrij snel op iemand afloopt. En hij kent mij niet, hij kent GameKings niet, dus omgekeerd hebben we er ook uh, weinig van. Maar dit is op dit moment de man die in 2021 met de Summer Game Fest of misschien zelfs een jaar daarvoor uh, al uh, eigenlijk een beetje de, de industrie, het E3-moment. Naar zich toe getrokken heeft toen de ESA, de organisator van de E3, dat zo vreselijk heeft laten donderstralen. Uh, want die hebben het echt opgefokt. En uh, dankzij hem, dankzij Jeff, hebben we dus nog een beetje dat E3-gevoel. Maar, ik zei het net al: je hebt mensen die van hem houden, maar er zijn net zoveel mensen die hem niet haten, maar een beetje verafschuwen. Hij is te populair, hij is te machtig. Uh, zijn Game Awards zijn omgegooid. Et cetera, et cetera. Dus ik dacht. laten we gewoon eens even kijken wie Jeff dan is. Want um, laat ik, ik. ik ben er gewoon eerlijk in. Ik geef dan af en toe wel een beetje op hem af. Maar dat is vaak zo. Als mensen op iemand afgeven, dan zijn ze soms ook een klein beetje jaloers. En ik moet heel eerlijk zijn, ik ben best wel een beetje jaloers op uh, Jeff. Ik bedoel, wij maken met Blamma ook me media. Um, wij maken ook awardshows. Um, maar zeker niet van die grootsheid als hij doet. Uh, ja, we leven nou eenmaal in een klein kut kikkerlandje. En niet in Amerika, dus dat is een probleem. Goed, Jeff Keely, um, Canadees van geboorte. Um, Videogamejournalist, uh, eigenlijk al vrij snel. Uh, was er al heel snel bij. Het is niet dat, als, dat hij ergens toen hij 30 was of 35 dacht: van hey gaming, leuk, gewiekste zakenman. Misschien kan ik daar goed geld verdienen. Want geld verdienen doet hij. Hij is op dit moment, dat heet dan de net worth, is die 5 miljoen. Dollar waard, dus dat is een beetje zo ongeveer zijn jaarinkomen wat hij bij elkaar verdient uh, en, en wat hij heeft allemaal aan bezit. Um, dat doe ik hem ook niet na. Uh, maar deze man was 14 jaar oud, 14 jaar oud toen hij meewerkte aan een van de eerste awardshows um, op gamegebied uh, met celebrities en alle toeters en bellen eraan. En dat heette Cybermania '94, The Ultimate Game Awards. Dit is overigens niet. Geoff Keighley, um, want hij schreef met name de teksten voor alle artiesten die opkwamen. Nou, deze dame ken ik dan weer toevallig niet, ik heb gewoon maar even een stukje gekozen. Ge uh, ge um, er werden ook namelijk gewoon de, 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 voor de beste filmen en dat soort dingen werden dingen uitgerecht. Uh, maar het was een beetje een nerdy Hollywood crossover, uh, die dus ook de beste... En volgens mij is dat een categorie die ik eruit heb gepakt. De beste game op CD. Ja, ik bedoel, op CD-ROM. Bizarre categorie. Maar goed, het was 1994. Hè. Dus uh, in die tijd de computer CD-game. Ik bedoel, wat een slechte titel is dat dan. En je ziet het. Prachtige games als mist. Uh, heb ik heel veel gespeeld. Ik zou heel graag weer een nieuwe adaptatie van Mist willen hebben. Maar dan Next Gen, of in ieder geval nu op de pc. Dat lijkt me hartstikke tof. Heel veel gespeeld. Uh, maar dit was dus inderdaad Cybermania 94 Seventh Guest. Heb ik ook nog gespeeld, jongens. Dit is, dit is wel een beetje gouden glory. Uh, misschien voor sommigen ook vergaande glorie, maar voor mij zeker niet. En hier schreef hij de teksten voor de celebrities. die dan vervolgens die games weer aankondigden. Want niemand van die celebrities die had überhaupt iets met games. Die kwamen er gewoon opdrijven en die deden hun dingetjes. Ja, in ieder geval die discrepantie. die connectie tussen de hippe Hollywood film- en muziek-entertainmentwereld. en gaming. 1994 was nog een klein beetje te vroeg ervoor. En um, het flopte hopeloos. Deze uh, show heeft niet heel erg lang geduurd. Um, Jeff Keely ging door. Ik bedoel, 14 jaar. Hij werd wat ouder. En um, hij ging werken. Daar kennen de meeste mensen hem van bij. Games, Game Trailers TV. Uh, een website die nog steeds wel bestaat. Game Trailers. Um, dat was eigenlijk de site waar je naartoe ging. Als je de nieuwe. Uh, trailers van videogames wilde zien. Nou, hij was daar een beetje, zeg maar, het, het, het gezicht van. Hij deed heel veel interviews. Ik weet niet wie deze motherfuckers zijn, maar uh, ze zijn allemaal heel erg hip, omdat ze een, uh, een, uh, een zonnebril op hebben. Um, en, ja, dit was ook tijdens de E3... Um, en ja, hij was een beetje de anchorman, hij was, deed de interviewtjes, um, was vaak goed ingewerkt. Uh, mensen kenden hem allemaal, mensen vonden het leuk om met hem te praten en zo werd hij steeds meer visible. Hij was wel een van de, de grote journalisten die altijd op de E3 op, uh, op, uh, ja, te zien waren. In die tijd uh, als gamesjournalist kon hij hier nog niet helemaal van leven. Dus hij ging ook allerlei producties maken. Uh, waaronder bijvoorbeeld, en deze heb ik ook weten op te snuffelen. Voor MTV maakte hij dit. The Gears of War, The Race to the E3 2007. Kijk eens even hoe uh, onze grote vriend um, Clifford Blazinski Toen was hij toch nog echt Cliffy B. Je mag hem nu geen Cliffy B meer noemen, maar dit was Cliffy B. Uh, en hij... Um, en dan met, met hij bedoel ik Jeff Keighley en zijn cameraploeg. Zij volgden uh, de mensen van Epic toen zij bezig waren met het maken van Gears of War. Dit was echt een beetje al 2016, in die tijd dat gaming steeds meer. Uh, ik weet niet of Hollywood nou naar gaming kwam, maar gaming wilde wel heel graag naar Hollywood uh, toe, omdat ze eigenlijk vonden dat zij de next big thing waren als het, gaan, als het ging om. Digitale entertainment. Weet je, het, was, uh, het was groter aan het worden, steeds meer mensen waren aan het gamen. Um, de, waarom werden deze mensen niet zo serieus genomen als de productiehuizen van films? En Epic wilde dan met name, en zeker Cliff Besinski wilde ook nog een beetje rock'n'roll worden gevonden. Dus deze gasten er zit veel lol en lachen met stepjes door, door, door de studio heen. En dat soort dingen allemaal lopen. Um, maar hier wilden ze laten zien hoe cool het was om games. Te maken. Nou, zo heeft hij uh, ook nog een andere documentaire gemaakt of een andere productie. Uh, dit heet dan um, ja, Head Madden NFL uh, 08. Het was eigenlijk een beetje um, de hype naar de nieuwe Madden. Dat deed hij ook vaak. Hebben wij met Blammo ook gedaan. Launch-evenementen. Zo hebben wij bijvoorbeeld GTA. Volgens mij was het GTA 4 hier een evenement voor gedaan. Een, een speciale televisie-uitzending op MTV. Dat deed Jeff Keely in Amerika. Um, en wij hadden dan. De beschikking over, jeetje, wie was het? Volgens mij was het Kraantje Papi of zo die kwam optreden. En zij hebben dan Metallica, Snoop Doggy Dogg en al dat soort mensen. Dus eh, andere grootte van orde. Andere orde van grootte. Um, en, en Jeff deed dat. Jeff ook was hier weer de producent. Hij kende alle mensen. Hij kende Hollywood. Hij kende de gameswereld. En hij verbond het met elkaar. Um, op een gegeven moment ging hij verder um, uh, werken. En, en hij werd daarvoor gevraagd. Um, in 2006 uh, aan de Video Game Awards en ook daar hebben we wat beeld van. Uh, dit is 2007, volgens mij. Nou, je zie je, uh, ik ben even zijn naam kwijt, uh, maar je weet ongetwijfeld uh, wie het is. Dan heb ik het natuurlijk over de, de oh, God Jezus, jongens, hoe heet dat nou toch ook weer? Ik ben, ik heb het, de film onlangs nog zitten kijken, maar het, het, het komt even. Het, het ligt op het puntje van mijn tong en dan halverwege het item zal ik het uh, waarschijnlijk ook uh, uh, Johnny. Oh uh, nee, ik weet, nou goed, doe er even niet toe. Ik ben dat kwijt. Um, wat hij deed en wat de Video Game Awards deden... was vooral weer heel veel celebrities uit Hollywood... uit de muziekwereld, uit de sportwereld naar voren halen... en die koppelen aan de meest populaire games van dat moment. En laten we eerlijk zijn, de Video Game Awards... waren de eerste uh, awards die eigenlijk groot werden... Het, werd, het werden steeds uh, grotere um, awards. En volgens mij waren ze ook altijd te zien bij Spike TV. Maar dat weet ik niet helemaal uh, 100% zeker. Uh, jaar in, jaar uit werd het steeds populairder, maar daarmee ook commerciëler. En Jeff Keely voelde zich er niet meer helemaal lekker bij. Hij zegt, uh, hij, en dat moet ik hem wel nageven, het ging hem uiteindelijk altijd om de games en niet zozeer om allerlei celebrities te tonen en die dan iets stoms zeiden over een game omdat ze hem nooit gespeeld hebben. En hij wilde, het, hij wilde het laten draaien om de games. Hij wilde het laten draaien om de mensen die de games maakten en hier zie je dat. Hij ging zelf aan de slag met de Game Awards en um, hij wilde ervoor zorgen dat de mensen die de games maakten, die in de games speelden, zoals hier de stem van Kratos. Uh, hier de bekende influencer uh, streamer, uh, Ninja. Uh, hij wilde die mensen de glorie geven. Zorgen ervoor dat zij groot genoeg waren om ervoor te zorgen dat dit gewoon massaal bekeken wordt. En ik vind dat heel erg knap, want uh, wij hebben natuurlijk ook. Lange tijd de TMF Game Awards gedaan. En daar hadden we elk jaar weer het probleem. Uh, met name natuurlijk met de mensen van TMF en van MTV. Die zeiden: Van uh, ja, er moeten wel veel celebrities in, want anders kijkt helemaal niemand. En wij hadden altijd het probleem van. Ja, wat zijn nou celebrities in games? Ik bedoel, je kan moeilijk Mario naar voren halen... want uh, ja, dat is een pop, die mag niet praten. Uh, en dan kun je wel, uh, weet ik veel... Uh, 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 de makers uh, van Mario of de makers van Call of Duty... of zo naar voren halen, maar die kent dan weer niemand. Dus daar kijken dan weer mensen niet naar. In ieder geval, zeker TMF en MTV hadden zoiets van... ja, maar die mensen kent niemand. Dus dat zegt helemaal niks. En dus moet je maar de hele tijd weer met BN'ers gaan werken. Uh, wat vaak niet werkt, omdat ze zelf geen games speelden. Nou... Jeff Keely heeft daar uiteindelijk dan de oplossing voor gevonden, uh, die in de Game Awards eigenlijk het best tot zijn recht kwam. En dat is op dit moment met de BAFTA's, denk ik. Dat is in Engeland de Engelse uh, variant van, maar dat is vaak gelijktijdig met tv en uh, film. Uh, die gaming centraal laat staan. En die ook de mensen die games maken, ook daadwerkelijk uh, uh, de helden laten zijn. De, de trackpleisters van de show. En dat is fucking knap. en... Um, dat gaat ook steeds beter, want de Game Award doet eigenlijk hetzelfde als bijvoorbeeld een Super Bowl. De grote nieuwe games worden daar vaak mi midst, mi uh, middels trailers uh, aangekondigd tijdens die shows. En zo komt alles een beetje bij elkaar. Nou goed, deze uh, Jeff Keely um, was als freelancer ook vaak um, ja, aanwezig bij de E3. Hij was daar vaak uh, en die zie hem dan live at de E3 heel, uh, heette dat dan. En ik krijg nu al heim bij jongens als ik dit zie. Uh, jammer dat dit er gewoon nooit meer is. Maar uh, ja, dit was ook voor mij een droom om zo'n booth te hebben op de E3. En vanaf daar uh, Game Kings at de E3 te, ja, te produceren, te presenteren, te maken met, uh, met de crew. Nou, je snapt ook wel, uh, zo'n ding kopen dat kost... Bakken en dan ook bakken met geld. En hebben we het echt over zomaar een miljoen uh, euro? Nou, we hebben een hoop premium leden, maar dat gaan we niet bij elkaar schrapen, natuurlijk. Uh, dus dit ging niet. Nou, hij deed dat wel. Hij was altijd een gezicht. Persconferentie besprak hij. Dit was dan met Ubisoft. Uh, Praat hij die na? Uh, ja, hij lag goed. Iedereen kende hem en hij kende iedereen. Dus mensen praten makkelijk met hem. Wat best lastig is, omdat developers over het algemeen niet heel. Televisie-geniek uh, zijn vaak een beetje shy, maar goed, uh, ze hebben grote influencers. Angry Joe hier, en uh, daar kom je dan wel een end mee. Um, uiteindelijk is hij ook gestopt bij de E3. Dat moment ligt ergens rond 2020 en uh, dat zit midden een beetje in die pandemie, maar eigenlijk heeft die pandemie er niet. Is geen oorzaak. Dat was eigenlijk de stroomverstelling uh, die ervoor zorgde dat de E3, dat de ESA, de organisatie, uh, het volledig uit zijn klauwen liet vallen. Want um, Geoff Keely was belangrijk voor de E3. Hij deed altijd de Colosseum, uh, een soort van talkshow de hele dag. En hij was het gezicht naar buiten. Maar hij vond gewoon dat die plannen van de E3: dat ging gewoon helemaal nergens op. Hè? Ik bedoel, de E3, de oude E3 was aan het vervagen, omdat uh, de wereld was veranderd. En er moest een nieuwe E3 voor terugkomen. En de plannen die de ESA had die waren volgens hem gewoon te vaag, niet goed. Uh, ze wilden een soort van influencer-fanbase-ding van maken. En hij had zoiets van... dude, ik heb ook ideeën, jullie hebben er geen interesse van. Weet je wat? Ik ga het gewoon lekker helemaal zelf doen. En in 2022 begon hij dus met de Summer Game Fest. En uh, dit is de editie van 2021. En laten we eerlijk wezen, uh, het eerste jaar was het oké. Okay. Het tweede jaar had hij bijvoorbeeld al Elden Ring. Um, en uh, nou, dit is zijn grote vriend Hideo Kojima. Um, dit moest allemaal nog... Uh, uh, opgenomen worden, want we zaten in de coronatijdperk waarin live niks kon. Maar hij pakte het wel op en steeds meer partijen hadden zoiets van: hé, hey, maar dat is interessant. Ik, uh, de E3, dat, dat, dat voelde eigenlijk de meeste publishers zich ook al niet meer helemaal zo lang bij de uh, oude wetse organisatie. Jeff Keeley begrijpt hoe je show moet maken. Weet je wat? Ik, ik laat mijn trailers daar lanceren. En zo zijn we uiteindelijk in 2022 uh, aangekomen en 9 juni. Zijn we dan zover, dan gaan we een nieuwe editie zien. En um, ik moet heel eerlijk zeggen, je kan zeggen wat je wil van hem... maar hij heeft het wel voor elkaar gekregen. Bijna alle publishers op Nintendo en Ubisoft... Na, doen iets met de Summer Game Fest. De E3 is weg. Er is alleen nog maar, dankzij de Summer Game Fest... een cluster van dingen, State of Play, Xbox en Bethesda, PC Gaming... en dan Summer Game Fest als een soort van... Overkoepelend geheel met een eigen première avondshow. Um, die ervoor zorgt dat we nog een klein beetje het E3-gevoel hebben. Dus wat dat betreft ben ik uh, Jeff ook wel uh, dankbaar. Aan de andere kant, ik begrijp het, de kritiek op hem is ook wel aanwezig. Uh, hij is natuurlijk heel visible. Logisch. Ik, ik, ik snap dat ook wel. Uh, en hij is ook iemand die niet op zijn mondje gevallen is. Uh, zo heeft hij. Bijvoorbeeld, uh, en ik dacht dat dat ook vorig jaar was, dat hij uh, in het middelpunt van de woke-periode, uh, uh, dat Activision beschuldigd werd van uh, het, het, het slechte werksfeer, uh, seksual harassment, uh, crunch time, uh, dat hij um, zei: de Activision komt er bij ons niet in. En vervolgens liet hij in dezelfde show een, um, een, een trailer zien van de makers van Heavy Rain, een partij die ook werd beschuldigd van uh, sexual harassment. Uh, hij heeft problemen gehad rond uh, ja, The Last of Us 2... waar ook mensen zoiets hadden van... dude, je spreekt je ontzettend uit tegen crunch time... tegen het slecht behandelen van werknemers. Nou, uh, Naughty Dog en The Last of Us 2, dat was crunch... Hel, als het ware. Dus waarom kan deze partij nu awards winnen? Uh, Dead Stranding. Hij heeft een hele goede band met Hideo Kojima. Waarom won Dead Stranding zoveel? Was dat niet rigged? Ik bedoel, uh, de awards worden verkozen door de media, de pers. Ik bedoel, zijn die daar wel professioneel genoeg voor? Het zit wat anders in elkaar dan de Oscars. Slechts 10% van de stemmen wordt uh, bepaald door het publiek. Dus uh, er is genoeg kritiek op hem te geven. Maar ik heb dan wel altijd zoiets. Uh, en ook ik maak grappen over hem, omdat het nou eenmaal een beetje een blij ei is. En hij heeft een bepaalde manier van doen. Maar ik kan ook wel mensen waarderen uh, die gewoon iets doen. En niet bang zijn om dan aangevallen te worden. En ik kan hem zeker niet met ons vergelijken. Maar in het klein, in, het, in een micro-wereld. Uh, we zijn ooit begonnen met de of Game Awards. Iedereen vond dat belachelijk. We zijn ooit begonnen met First Look. Iedereen zei van, een E3 in Nederland dat gaat nooit werken. Eh, met power, power Limited Gameplay heette daarvoor. Uh, we zijn begonnen met game, games op televisie. Iedereen zei dat dat niet ging. Um, we zijn begonnen met Premium. Iedereen zei dat dat niet zou lukken. Het is een kwestie van je nek uitsteken. En daar hoort ook een beetje bravoer bij. En daar hoort ook voor dat je gewoon kritiek krijgt. En daar is hij wel eerlijk in. Hij zei van: Ik lig er geen nacht wakker van. Uh, als je dingen nou eenmaal stelt. Mensen mogen een opinie hebben. Als mensen denken dat ik corrupt ben. Omdat uh, Kojima wint. Ik kan zeggen wat ik wil. Maar dat helpt toch niet. Als dat mensen in hun hoofd zit. Dan werkt dat zo. Uh, zo denken wij hier ook. Uh, we, we doen gewoon ons best. En net als Jeff Keighley... Uh, hij zal er ongetwijfeld leuk aan verdienen. Veel beter in ieder geval dan wij. Maar ik geloof toch wel, anders stop je er niet zoveel werk in en neem je zoveel risico uh, dat hij uiteindelijk wil dat gaming gewoon populairder wordt. Dat het in ieder geval serieuzer genomen wordt als enorm populair uh, tijdverdrijf. En dat respect wil ik hem bij deze wel geven. Um, nou ja, goed, binnenkort. Je kunt het zien. Gewoon bij GameKings. We gaan er weer een hele grote stream van maken op 9 en 12 juni. Kom gewoon zelf uh, lekker kijken online. Chat mee. Uh, het wordt weer een feestje, want daar zorgen we wel voor. En um, ja, Jeff, Joff, Shefke, toch een beetje bedankt.